Met mijn verstaan. Klauwen, 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 klauwen laten zien. Klauwen, rustig, klauwen, rustig. Klauwen. Is handen laten man? Zien. Handen boven. Goedemiddag allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van de zondag. Er is weer wat spannends gebeurd deze week. Ik kreeg een BTGV van de politie en de Kamar. Naar aanleiding van een incidentje wat we zo meteen gaan hebben. Ik kom net op het eiland en ik krijg gelijk van mijn kameraden door dat er ergens iemand erg moeilijk aan het doen is bij een controle, een drugscontrole. En die wil zijn ID niet geven. Dus dan ga ik nu even zo snel mogelijk heen rijden om te kijken of ik daar kan helpen. Met verpakt. Paletto nog steeds. Met verpakt, kijk om. Ja. Met verpakt. Enkele exclusieve pakken. Jason, ik weet niet wie dat is, maar die vent. Hij snapt het volgens mij nog niet helemaal. Het woordje respect heeft hij nog nooit gehoord, denk ik. Iemand van anders, maar hij ook wel jullie kant op. Zegt die film. Wie is die bij mij? Ben ik. Ik stel kan politie zijn, man. Nee, kan dat politie zijn. Nee. Dat is Erik. Ja, maar ik ben Erik. Is dat Erik McDonald? Wat hebben we bij, boys? Ik ben er bijna, ik ren naar onder tunnel door. Wat heb je bij? Wat heb je bij? Weet je, nee, mijn naam is niet Erik. Nee, Erik McDonald, die weet mijn naam, dus ik kan ook een app vragen. Ja, je kan het ook gewoon zeggen, dat is gewoon zo moeilijk. Daarom. Nee, geen zin in. Zo, wat is het probleem? Geef voor jij die kaart aan een van ons. Hey, maar het zegt niet uit waar jij zin in hebt of niet. Nou. Ik laat mij controleren door de wet, dus... Nou, als wij het aan jou vragen, kun je toch ook gewoon antwoorden? Ja, maar ik heb toch geen zin om een D-kaart in iedereen te geven? Ja, maar dat wel dan. Nee, maar wij zijn toch niet iedereen? Ik weet niet waar je zo'n grote mond opeens opentrekt. Waarschijnlijk als je ID kaart had laten zien, was je nou al lang weer onderweg geweest. Ja, ik weet niet. Dan hadden we dit überhaupt niet hoeven te doen. Zelfde plek? Gaan snel opentrekken. Zijn jullie zelfde plek? Welke auto gaat? Ja, heb je geen jerrycan? Nee. Kom hier. Maar hij herkent mij, maar ik heb geen idee wie het is. Ja, dat kan toch wel een goede stream zijn. Kan je hem niet zien? Ik heb hem gebruikt. Dus de kofferbak staat op slot, dus als ze hem gewoon even vragen om zijn auto te hebben. Erik, weet jij wie dat is dan? Zien. Nee, waar is hij? Nee, geen idee. Hij kent jou wel. Ja, maar dat is vind ik ook raar. Heeft iemand zijn ID? Nee. Nee, we hebben niks. Ah. Ja, ik heb niet gedaan. Maar dat was nee, ik heb hem gebruikt, maar ik glitchte. Dus, Je hebt twee heftorts, denk ik. Moet je hem even voor mij geven? Nee, hij is weg. Is het enge loes of zo, die gozer? Ah, mag, maar zijn drugsout staat hier. Het leuke is dat hij de wit aan het bellen is, die neemt hem allemaal niet op. Maar hij is gewoon combat log nou, toch? Nee, hij loopt hier in de bosjes. Oeps. Gaan we het moeilijk spelen? Ben je het tegen de maan? Nee, tegen de steen. Oh, dat mag niet. Hey, ik praat tegen je. Hé, hey, maar we knuppelen hem gewoon hier neer, hoor. Ik ben gek van dit moment. Mo op zijn taser bij zich. Ja, en dan? Deze punt neer. Is, we moeten zeg maar wel in zijn auto komen. Hoe gaan we dat doen dan? Ja, ik baal er wel van. Ik hey, boys. Wel Petrov. Wel Petrov. Wel Petrov. Hoezo? Hij ook een Petrov. Rijdt hij X? Ja, hij rijdt X. Moet ik staan? Hij zegt, ik bel Wawa wel.
Ja, bel, laat me bellen. Laat Wawa alsjeblieft hierheen komen, nu. Alsjeblieft. Dan moet ik hem meetrekken, of niet? Dan doe ik het voor het wel. Oh, ik wil deze gozer zo... Nou, dan zeg je je naam. Ja, knikkeren, het gaat echt nergens over. Hé, hey, boys. Ja, vies. Je zegt net toch dat je mij kent, kun je mij toch je ID laten zien? Ja, maar jij kent mij ook, dus... Ja, nou, ik herken je stem niet, anders dan was het al geregeld. Oké, we gaan nou moeilijk spelen. Je mag in die X7 stappen daar. Anders gaan er nare dingen gebeuren. In die X7 stappen nu. Pak ze communicatie. Pak ze communicatie zelf, Daan, doe maar. Trek eerst een wapen, hè, Daan. Boys, hoe gaan we hand omhoog, dan? Vriend. Wow. Pak. Weg hier, weg hier. Schoten gelost. Mo weg. Boys. Ja. Blijf staan. Ja, slaat hem nee, al. Nee, slaat we willen al. Weten wie het is. Oh. Ja, we hebben toch een foto van hem. Dan komt ja, maar Mo, jij krijgt schotenmelding, dus wij zijn ook de lul. Ik weet niet. Ja, ik heb niks. Maar ze kunnen toch niks vinden? Ik ook niet, maar we zijn hier wel bij betrokken. Is de taser gone? Oh, het nee, staat op de auto hier, smartje, pas op. God, dat is een clash, smart, karretje langs, pardon. Heb je hem nou neergetrapt? Die is ja, die gozer ja. Ligt op de grond, hoor. Maar die staat zo weer op vanzelf, hè? Nee, niet deze. Nee, als je knock-out bent, dan slaan wel, toch? Finn had hem nagetrapt. Finn heeft nagetrapt, ik weet niet. Nee, dat snap ik, maar als Mozart sneaker geklemd wordt, dan... Ja, moet ik me heel erg neerzetten, dan? Ik ben er nu. Ja, kom. Ja, ik ga wel even muten. Dan ga... Ik weet niet of ik live kan, want ik heb ook OBS openstaan. Is Mo live? Ja, anders gaat Mo live. Gewoon iemand, er komt nu al politie aan. Ik ga hem even... Ja, ik sta hem even zeggen als afleiding muten. Hier. Mijn, is er iemand in de buurt met een... Ik sta bij de grensovergang bij de legerbasis. Iemand toevallig met een... Hoe noemen ze dat, sherrigan? Ik kom er zo wel heen, als je even hebt. En jij hebt een sherrigan. Ik heb een Jadigan, maar ik ben nog niet letto, dus ik kan er ook nog een halen. Daar hou ik van. Ja, wat doet die auto? Zag je wat de politieauto deed? Die rijdt nou achter het gebouw hier. Ja, maar dat kan niet, mijn auto staat er verstopt. Ah, hij komt weer terug. Komt allemaal kamer, politie. Ja, maar zit achter een Golf R aan. Wat zijn ze aan het doen? Ik denk dat ik een controle krijg van die politie. Nou, oh, jij, ik sta hier ook lekker met mijn busje. Enke mag twee maal, oh jee. Kunt u mij verstaan? Klauwen laten zien! Klauwen! Handen laten zien! Handen omhoog! Meneer, mag u heel rustig uw gordel afdoen? Ja, die is af. Ja, en mag u uw sleutels van de motor uit het raam gooien? Ja, ze liggen daar op de stoep hoor. Mag je met uw linkerhand het portier open doen van de deur en uitstappen en dat op staat vuur op de alleen wordt geschoten. Heeft u dat begrepen? Dat begrijp ik meneer. Meneer, twee stappen naar links. Oh. Niet op je knieën gaan zitten. Handen omhoog. Handen omhoog. Handen! Ja, zo goed. Rug naar mij. Mag je een rondje draaien van 360 graden, heel rustig. Het op staat vuur op zijn gericht. Jezus, mag je naar achter komen lopen totdat ik stop zeg? Terug naar mij toe. Ja, hoe dan vriend? Top! Mijn collega gaat die komen boeien meneer, let op, er staat nog steeds vuur op spuuggerecht. Welke lijst? Wat een onzin dit zeg. X-lijst. Heb jij die niet? Nee. Dat weet ik niet, maar dan... Maar ik weet wat er aan de hand is, ik heb helemaal niks gedaan hoor. Leg je zo uit, ja? Ja, prima. Zit er nog andere inzetten in het voertuig? Nee maak hoor, jezelf een nu helemaal pakket. Leeg. Collega, gaan we even het voertuig klaren? Voertuig benaderen. Ja. Dat is een minuutje, ja. Let op de vuurlijnen! Oh, nou, het is zootje onprofessional, zeg. Ik maak even de kofferbak open. Op 0, 3, 2, 1, 0. Nee hoor, volgens mij heb ik niks op zak. Helemaal clear. Ja. Ja,
goed, we hadden een vermelding gekregen dat je een mogelijke taser bij had. Mijn collega gaat het uitleggen voor je trouwens. Oké, grappig, ik ben benieuwd. Maar ja, goed. Ik kreeg net een melding van een persoon dat hij aangevallen was. Nu met ze precies de beschrijving door wie hij aangevallen zou zijn. Dat zou maar ook een taser gezien zijn. Toen ik aankwam rijden zag ik ook meerdere van uw voertuigen staan met deze kleur. Dus dat was voor mij voldoende reden om SCPTV te starten als we ook een melding krijgen van dat er een taser bij betrokken zou kunnen zijn. Nou is dit niet het geval, dus wij gaan jouw boeien ook zo losmaken. Oh, dan krijg je nog iets van een schadevergoeding voor de geleden emotionele schade. Dan moet je niet bij mij zijn. Ik vond het wel heel overdreven voor een melding van een taser dit. Oh, even omdraaien hoor, dan ga ik even je boeien losmaken. Ja. Zo. Zo, die zijn weer af. Op dit moment zijn er wat ik kan doen is excuses voor het ongemak. Maar ja, ik snap, ik denk dat je ook wel snapt vanuit welke waarom wij dat deze situatie zo uitkomt. Ja, al die vuurwapens en een waarschuwing geschot omdat ik mogelijk een taser heb, vind ik wel ver gaan, maar het is alles goed af. Voor onze eigen veiligheid. Ja, die vest van jou houdt gewoon een taser tegen jou. Ja, meneer, wij krijgen gewoon een melding binnen en daarop handhaven wij. We willen liever geen risico nemen. Gewoon voor te zorgen dat het soepel en netjes wordt opgelost. Vandaar ook dat de vuurwapens. Excuseer ons ook voor het ongemak van die vuurwapens. Mocht u slachtofferhulp willen, kunt u natuurlijk de GGD bellen. Mevrouw de Joker kunt u daar uiteraard mee helpen. Daar had ik al eerder gesproken, dan red ik het zelf wel. Nou, dat is heel fijn om te horen. Nou, dat was het zo. Ja. Nou, werk zo. Ik wens u een hele prettige dag nog, meneer. Ik wens u een hele prettige dag. Ja, fijne ook. Dag. Over, uit. Doei. Jezus, wat een irritante agent, jongen. Het is allemaal de hand, Erik. Hey, ik vind het wel vrij frappant, Finn. Iemand met mijn omschrijving, die had een taser bij zich, hadden ze een melding gekregen. En daarom gingen ze een BTGV starten. Dus het kan dat ze jullie ook gewoon gaan BTV'en. Zo, Malaka? Wat gaan we Malaka? Hey. Nou, we zijn hier koffie aan het drinken met z'n vieren. Lekker koffie. Dat wel? Lekkere kop koffie. Mag ik ook een kopje koffie? Ja, het zat voor mij, super. Wat is dit vertaald? Nee, niet. Oh, lekkere koffie. Geef terug mijn haar, joh. Doe eens even normaal, joh. Gaat hem eens slaan. Lekkere kop koffie. Ik heb het slaan en duwen is een verschil, hè. Een ik heb in die van u geduft wel, hoor. Lekkere kop koffie. Wat zijn we aan het doen? Als jullie niet meer willen spreken, mag je dat gewoon zeggen. Nee, praat. Jou vergeet de baai, hoe heet dat? Ja, goed verhaal, lekker kort, doen we niks mee. We zijn allemaal op de fiets. Maar het zijn dus. Om het kort te houden, Daan heeft twee mensen van Petrol neergeknippeld op PP. Hij gebruikt als verdediging. Hij gebruikt als verdediging tegen Walla. Ja, dat doen ze wel vaker. Dus ik dacht dat ze dit niet zo hoog zouden opnemen. Meneer. Wacht even. Ik ga even remmen. Wie is het? Restart Verbeek? Wacht even, is het niet beter als je weggaat? Nou, Walla, u heeft het wel flink voor elkaar. Ik zit even de muziek zachter. We komen nou nog met agenten. Ik denk dat het niet handig is. Nee, mogen weg. Ja, dus ze zijn iedereen net aan het vieren op met wapens en munitie, dus... Zo graag. Helemaal top. Maar goed, vertel het verhaal nog één keer, dan weet ik ook een beetje dan, ja. Nou ja, goed. Ze stonden op BP. Ze hadden ruzie. Hij had een verkeerde spier geraakt. Dus hij sloeg vervolgens Richard. Toen sloeg Richard terug, toen sloegen ze allebei elkaar. Toen kwam er nog iemand van Petros en Goon. Die sloegen allebei hem knock-out neer. Toen hij weer opstond, toen sloeg hij ze allebei neer. En toen is er gezeik gekomen en hebben ze dan Wawa gemeld. Die goons van Petrov, die hebben het aan Wawa gemeld. Ja. Hij gebruikt als verdediging. Hij zegt, ja, dit gebeurt vaker, dus ik denk dat ze dit niet zo hoog opnemen. Maar hij zegt, hun vertonen kotergedrag. Maar hij doet het zelf ook, want hij slaat gewoon terug. Nou, dat was weer de aflevering voor deze week. Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben van deze toch iets of wat kinderachtige Kamaragent.
Er was wat gedoe met een van de leden van onze gang. Dat hebben we gelukkig wel gewoon op kunnen lossen met een wawa. Nou, ik ga jullie allemaal dinsdag weer zien bij een nieuwe livestream. Ik hoop dat jullie nog een likeje van me achter willen laten en willen abonneren. En dan zie ik jullie volgende week weer.